Het is vrijdag 6 oktober 1944 en ik ben 14 jaar. De oorlog komt steeds dichterbij. We horen gerommel, kanonnen. Samen met onze moeder, mijn broers en zussen vluchten we de schuilkelder op ons erf in. Er was een gedeelte stond er al, omdat dat een roverzaal van mijn broers waren, mijn jongere broertjes waren. En we hebben hem onder de Manegeberg nog verder uitgegraven, voordat die oorlog dan doorzette. En daar zaten we met ons allen in. Bovenaan lag een schap, waar de sanevietenkoeken, ligakoeken en zo'n soort spul, allemaal droog spul, weet je wel, dat we regelmatig konden eten. Angstig zaten we in die schuilkelder, met rechtop zitten. En er lag strooi in. Dan had je een deken en een nauw bed en zo opgegooid, dan konden we toch een beetje slapen s'nachts. En moeder die kookte boven op die Manegeberg in een oud kazier, een oud fornuisje, dat bij ons nog in de keuken stond. Maar mijn oudere broer, die had er erg in, ze zei, ik hoor gerinkel om die pan. Wat is, ik weet het niet. Ik hoor gerinkel om die pan. Moeder, doe de vuurtje uit, want daar in dat bosje, hier achter in Doef, zitten andere militairen en die schieten naar hier. Die militairen zitten tegen elkaar in, die Engelsen of Amerikanen, wat dan waren, weet ik natuurlijk niet. En aan onze kant waren het Duitsers, omdat dat de grote weg naar het vliegveld was. Toen kwamen de Duitse soldaten bij ons, moeder had dat vuur uitgedaan en wij zaten daar angstig in de schuilkelder, er is een groetje te bidden, je kent dat wel. En draus, weet je wel, draus, weg. Ja, in Duits dan hoor, draus, dat weet ik wel. En ik heb wel meer woorden die ik liever niet noem. Maar in elk geval, en die stongen met geweer, maar ze hebben niet op ons gericht hoor, met geweer zo meer op ons voeten. En jonge mannetjes hoor. Midden op die schap stond dat Mariabeeldje vooraan. En toen die schap die zakte zo schuin, weet je wat. Maar dat beeldje dat bleef half op de dingen, bleef dat zo'n beetje schuin staan. Maar je kon niks meer pakken, want moeder wou nog naar binnen gaan om het een en ander te pakken. Nee, trouwens. En zodoende hebben wij dat Mariabeeldje zo half op die plank achtergelaten. En toen was alles, ja, die sannevietenkoeken en alles ook hoor. Je kreeg er gewoon een droge mond van. Kapot, alles weg en het thuis half plat. Dat ging niet. Toen hebben wij ons opa in de Minkelersweg, zoiets, ja, anderhalf of twee jaar, zoiets hebben we daar in geweest bij een opa en broer van mijn moeder. In de schuilke was helemaal niks meer te vinden. Nee. En het goeie dat er nog was, dat is weggehaald, echt waar. En ook het Mariabeeldje, daar was helemaal niks meer van terechtgekomen. Ja, en misschien hebben we het de soldaten van mij genomen. Ja, echt. Want je ziet genoeg soldaten, als ze nou zitten, als ze ook de rozenkraas bieden, net zo goed zou wij het tegen.